Ja, goedemiddag. Ik ben Leroy Hulsink, eigenaar van het Hetme Zambacht. Vanaf 14 oktober zijn we gesloten en nu mag het weer. 12 uur stonden de nodige gasten op de parkeerplaats te wachten op een plekje. En het loopt lekker, het loopt leuk, het gaat goed. En nou hopen dat iedereen lekker de kop erbij houdt en zich iedereen aan de regeltjes houdt. En dat we dan door mogen gaan, hopelijk met 14 dagen. Dat verlengd wordt naar 8 uur en misschien met een maand dat we wel 's avonds tot 10 uur door mogen, inclusief restaurant. En dat is de grote vraag, dat weet denk niemand. Maar als we al met z'n allen de regeltjes in acht nemen en de kopie erbij houden, dan zal het ongetwijfeld goed komen. Ja, je moet reserveren op afspraak, dat is verplicht. Kun je allemaal digitaal. Je kunt ook de QR-code scannen hier aan tafel en dan wijzen we je een tafel toe. En de enige is wat verplicht is bij ons als je naar binnen gaat, gebruik maakt van de garderobe of afrekent of toilet, dan is het dragen van een mondkapje is verplicht. Wij leggen nooit, ook toen we het restaurant draaiden, hebben we nooit een limiet gelegd van 2 sessies, 3 sessies. Dat doen we niet. Priemen de ogen bij iemand in de rug is altijd negatief. Hier mogen ze zo lang zitten als ze willen.